Huh? Zijn we al live? Oh! Goedenavond dames en heren, welkom bij RTL Good Night. Vandaag hebben we een speciale uitzending over nerds. Jullie vragen jullie misschien af waarom we het over nerds gaan hebben. Nou, dat komt door dit filmpje. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe coole kindervlog. Vandaag gaan we nerds voor de gek houden. Zo, dit gaat in de gezichten van een nerd. Oh kijk, daar lopen de nerds. Nu moet je opletten. Hey nerds, we hebben iets voor jullie. Haha, dit gaat zeker lukken. Wow, hey, wat willen jullie van ons? Hey, ruik er eens aan. Huh? Dat is toch gezichtscreme? Dat moet je toch op je huid smeren? Ja, dat moet je mooi op jou. Huh? Is het gezichtscreme? Ja, smeer maar je gezicht. Ik pak de camera even. Oh, dank je. Ja, dank je. Ik voel mijn huid echt zacht zachter worden. Oh, wat trekt in mijn huid? Oh, het hydrateert helemaal. Lekker. Het voelt echt heel leuk. Nou juf, hoe voelt het om zo'n populaire klas te hebben? Ja, Humberto, ik zit hier eigenlijk een beetje met een dubbel gevoel. Oh, waarom zit je hier dan met een dubbel gevoel? Ik ben aan de ene kant heel trots dat ze zo'n filmpje hebben gemaakt. Maar ik vind het niet goed dat er zo'n verschil moet zijn tussen nerds en populaire kinderen. Nou, boeiend. Het is een populair filmpje en daar draait het om. We hebben ook nog een andere gast aan tafel, Fake Vonk. Wat heb je allemaal meegenomen? Een slang en een Mitella? Kijk, ik ben gewoon gebeten door een haai in de jungle. Een haai in een jungle, dat moet je me even uitleggen. Nou, ik liep door de jungle en ik hoorde geritsel achter me en opeens werd ik besprongen door een haai. En daar hebben we een paar fragmenten van. Wow, niet normaal, ik heb net gevochten met een bruin beer. Wow, allemaal dieren. Wow, niet normaal. Vette krokodil. Wow, niet normaal. We staan hier in de echte jungle. Wild skilpad! We gaan nu de dieren laten ontploffen! Nou Fake, dat ziet er geweldig uit. Net echt. Maar wat vind jij eigenlijk van de nieuwe hype nerds? Nou Humberto, ik vind nerds eigenlijk heel fantastisch. Want ik was vroeger ook een nerd. Maar vroeger waren nerds toch niet zo populair? Ja, dat klopt Humberto. Ik ben als kind vaak in de vuilnisbak gedumpt. Nou, dat klinkt heel zielig Fake. Nou Humberto, zo zielig was het niet. Want toen kwam ik wel mijn eerste wilde dier tegen. Het lieve heersbeestje. Nou, dat is wel een heel gevaarlijk dier Fake. Maar we hebben het hier over nerds. Humberto, ik vind het helemaal niet leuk dat het steeds over nerds moet gaan. Had iemand jou wat gemaakt? Ik dacht het niet. Jij bent niet belangrijk hier. Het gaat om de nerds die hier aan tafel zitten. Yeah. Nou, hoe voelt het eigenlijk om een nerd te zijn? Ik vind het super leuk om een nerd te zijn. Jat hem! Ja, de populariteit hebben we wel ons danken. Ja, dat doe ik ook. Nou, laten we het vooral gezellig houden. Nerds, coole kinderen. Ja, en dit bedoel ik. Maar maakt het niet uit hoe populair er is? Nou, die vindt zichzelf ook weer heel belangrijk. Maar dat boeit niet. Want we gaan nu kijken naar Marieke die een paar leuke YouTube-filmpjes voor ons klaar heeft staan. Nou, dankjewel Humberto dat ik hier vandaag mag zijn. En zoals je aan mijn bril kan zien ben ik ook wel een beetje een nerd. Dus ik ben ook populair. Maar daar gaat het vandaag niet om. Vandaag gaat het om de populaire filmpjes. PKKP. Ik heb een paan en heb een koek. Pan en koek. Zo, wat een saaie les zeg. Deze les is echt niet cool. Ik wil graag leren, maar ik vind het zo moeilijk. Wie weet het antwoord op deze vraag? Ik weet het niet, ik voel me zo dom. Dan heb ik voor jou de perfecte oplossing. Nerds Rainbow. Wow, nerdsnoepjes. Nerdsnoepjes? Ja, want van nerdsnoepjes gaat je IQ van 50 naar 150. Wow. Nerds Rainbow. Nou, krijg ik nog een antwoord? 3.499.955.799. Wow, het is goed! Wow, dit wil ik ook! Nerds Rainbow, de snoepjes waar je slimmer van wordt! Nerds Rainbow, nu in de supermarkt. En wisten jullie dat er op tv een nieuw programma komt genaamd How to Become a Nerd? Wil jij weten hoe je een echte nerd kan worden? Hoe dan? Dat ga ik je nu vertellen. Pak een bril met tape, zodat het lijkt alsof je in elkaar bent geslagen.
Pak een rekenmachine, want alleen nerds kunnen hiermee werken. Oh, handig. Zorg voor een razendsnelle laptop. Wow, vette laptop. En zorg ook dat je vooral veel gepest wordt op school. Jij bent een nerd en jij bent een nerd. Yeah! Mijn naam is Jamila en kijk naar mijn nieuwe programma How to Become a Nerd. Yeah! En dit is allemaal vanwege het populaire filmpje dat viral is gegaan. Nou, dankjewel Marieke voor deze geweldige filmpjes. Eén daarvan was How to Become a Nerd en één van de makers zit hier aan tafel. Ik kom hier eigenlijk om te zeggen dat om een nerd te zijn heel belangrijk is, want anders red je het niet in het leven en je bent dan heel populair. En... Dus jij vindt dat populariteit eigenlijk een van de belangrijkste dingen is tegenwoordig? Ja, populariteit is heel belangrijk. Ik wil hier iedereen in Nederland vragen om een nerd te worden. Nou, ik vind het allemaal heel ongepast wat er hier gebeurt. Je zit nu echt al de hele avond te zeuren, hè? Nerd is nu populair en jij niet. Deal with it. Ja, hallo, ik ben hier de juf. Ik heb het hier voor het zeggen. Juf, stil. Jij doet niet mee aan deze discussie. Trouwens, we hebben nog een mooi gedicht. Ik heb een gedicht over coole kinderen en over nerds. Coole kinderen hebben geen gevoel. Ze houden dus nooit een smoel. Einde. Wat een geweldig gedicht. Dit was de uitzending voor vandaag. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd. En we sluiten af met de band NERD met het liedje Nerd. Yes, yes. Sometimes we